Een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. En ja, het is middag. Ik had vanochtend even een gesprekje bij de praktijkpsychologe. En daarna ben ik op de pijnbank geweest. En ondertussen wordt onze tuin betegeld. En ja, dat. Ik ben nu Jordi ophalen. En zo dadelijk Liam en Sam met Jordi samen. En ik ben kapot. Ik ben moe. Maar hey, ik ben moe geboren, jongens. Jazeker wel. Ik heb ook de loopwagen mee naar huis gevraagd. Want ze zijn echt al een heel stuk met de tuin. En ik hoop dat ze het vandaag ook een heel eind afkrijgen. Dus dat is even afwachten. Maar ja, dat dus. Ik kom hier allemaal kindjes nou langs zijn wees te wandelen. Dus ja, we gaan het zien. Maar ik verwacht dat het allemaal wel goed komt. Hoop ik. Inmiddels zijn we alweer even thuis. Waar is papa? Papa staat daar. Ze zijn nog even in de tuin bezig hier. Papa. Dat is van Joefie. Waar is papa dan? Papa. Is papa daar? Ja? Papa. Staat papa? Oh. Papa. Papa. Nee, nee. Afblijven. Ja! Ik ben bezig met eten maken. Maar dit is wat je tot nu toe kan zien. Mooi en blij. Ze zijn nog niet helemaal klaar. Maandag komen ze nog terug om de rest af te maken. Maar voor nu, ik ben happy de peppy. Een hele goede morgen. Er is iemand jarig hier in huis. Onze Sam! Sam, je bent jarig! Maar we doen het ook een beetje met Liam vieren, want Liam moest zijn verjaardag ook delen. Hé jongen, jij bent een beetje jarig. Ja, en we gaan zo een cadeautje doen. Lang zal de leven, lang zal de leven, lang zal de leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hippelepiep! Hoera! Dus dat. We gaan lekker even helpen om in elkaar te zetten. Dit heeft Liam gekregen. Ik kan die bij zijn Duplo collectie doen. Hij heeft nou helemaal graag van dit soort dingetjes. Daar wordt hij helemaal blij van. Daar wordt hij echt helemaal gelukkig van. Hé, schatje. Nieuwe auto, hè? En Sammy heeft heel veel van Peppa Pig, hè? Dan heeft hij een huisje. Oh nee, klaslokaal. Het is een klaslokaal. Dan kun je allemaal mee spelen.
Papa. Hij is in ieder geval blij met zijn speelgoed. Dat is ook mooi. Wil je op de grond spelen? Dan kun je veel meer. Mama, wil je helpen? Of lukt dat? Goed zo. Wat is dat? Ja, en voor de verjaardag, jongen. We doen een beetje net als wat we bij Liam hebben gedaan. Allebei de verjaardag een beetje vieren. Dat is wel zo eerlijk. Dus ik ga nu naar de winkel. En dan ga ik gebakje halen. En vanavond gaan we lekker naar McDonald's met alle kindjes. Wel zo gezellig. Maar voor nu eerst even naar de winkel. Ik ben ondertussen met de was bezig en van alles. Niels is met de kindjes buiten en die is van alles aan het opruimen en zijn dingen aan het doen. Jordi ligt hier op de bank lekker te chillen met zijn dikke billen. Ik ben nu even lunch aan het maken en dan ga ik weer verder. Ik ben gewoon lekker aan het rommelen en aan het doen. Straks gaan we lekker naar McDonald's toe met de kindjes. En Joop gaat nu glijden. Zij liggen gewoon lekker aan het spelen. Dus lekker bezig. En als je jarig bent, dan moet je natuurlijk een taartje eten. Elia, lekker taartje eten, hè? Yummy. 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 Yum, yum. Yummy. Wel, heel wel jam jam. Ja? Goed zo. Ook Jordi krijgt taartje. Maar dat doet Niels aan hem geven. En toen waren we onderweg. Wat gaan we doen? Uit eten. Ja, bij McDonald's. Jazeker. Een huis. Echt waar? Ja, we gaan dus met z'n vijf. Uit eten. Bij de McDonald's. We hebben nog nooit... Ja, we hebben met Liam gedaan. Nee, we zijn met de jongens al. Met Liam hebben we dit gedaan. Met Liam hebben we dit al ooit gedaan. Toen waren Sam en Jordi bij mijn ouders. Maar voor de rest nog nooit. Na het feestje met Jay. Ja, tegen, ja. Dus, maar in ieder geval... We gaan voor het eerst met het hele gezin naar de McDonald's. Wordt een ervaring aan zich, denk ik. Zijn we nou gewoon bij McDonald's? Ja. Bing. Ja. Bing. Bing. Vandaag zo'n bijtje voor onze Sammy. En die zit er lekker te snijden. Lekker, hè? En dan gaat Liam zitten. Wat zie je allemaal? Kaas, goed zo. Kaas, goed zo. En komkommer. Goed zo. Doe maar lekker happen. Dat is op dit moment zijn favoriet. Een kaasje. Oh, en dit is het bord van Jordi. Die zit er overigens nog niet. Hij krijgt de schoenen lui nu.
voor Niels en mij heb ik al spek gebakken. Dit eten de kinderen niet. En ga ik lekker eitje met kaas bakken met een broodje. Kinderen vinden dat niet lekker. Dus ja, dat. Ik zal dit ook even laten zien. Dit is wat Niels krijgt. Lopend ei met spek. Hij loopt niet meer. Nee, oké, maar de eidooier die loopt. Dit is de mijne. Ik heb geen eidooier die loopt. Ik hou er niet zo van. Maar hij houdt daarvan. Kindjes zijn buiten aan het spelen. En Niels heeft ze allemaal op de trampoline. Ze moeten toch allemaal een beetje met elkaar overweg en overeenkomen. En ja, ze moeten toch leren met elkaar om te gaan. Dus ja, maar dat. Bezig met de, ja, ik noem het altijd kelderkast. Maar er is geen kelderkast. Maar kijk. Haha, één grote pestbende. Daar ben ik mee bezig. Ik ben eerst even bezig met al mijn kruiden eventjes in een bak te doen. En even aan te vullen. Zodat dat allemaal eventjes weer up-to-date is. En dan ga ik hem uitruimen. En toen had ik het opgeruimd. Het lijkt voor jullie alsof het niet opgeruimd is. Maar mijn brein heeft het opgeruimd. Kun je het hebben zo? Ja. Doe je zelf niet happen, Sam. Sam, zelf ook happen. Sam, zelf ook happen, ja. Kom een hapje pakken. Hap je zelf? Dat is ook zo zwaar, hè? Mm-hmm. Ja. Hij doet zelf ook happen, kijk maar. Zelf happen. Kijk maar, hij doet zelf ook happen. Ja, zijn mond open, ja, dat klopt. Dat heeft hij van jou. Doe zelf happen. Sam, zo, hap. Hap. Zeg eens dat hij ook zelf moet happen, dat hij nou klaar is. Dus gaat er nergens op, Niels. Nee, nou is het klaar. Ja, Sam, tuurlijk. Sam, niet ook happen. Nee, zelf happen. Sam, nou Sam. Goed zo, jongen. Moet je gekke worden hier met dit huishouden. Kindje liggen lekker te slapen. En wij moeten hier nog opruimen. Ja. Even stofzuigen dweilen. Mm-hmm. Brood smeren. Spullen klaarleggen voor morgen. Loopwagen. In de auto. Zet. En douchen. En naar bed. Mm-hmm. Dus we gaan niet veel bijzonders mee doen om te filmen. Nee. Dus bij deze. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.